Ik kom vandaag vanuit Vraneker even tanken en de auto even door de Wasstraat. Ja, en als we het over het weer hebben. De afgelopen nacht hebben we op plaatsen wat vorst aan de grond gehad. Vandaag hadden we overdag normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Maar de komende dagen gaan we weer richting hoge temperaturen. De echte kou zit er voorlopig eerst nog niet aan te komen. Maar nu eerst naar vanavond en vannacht. De bewolking neemt toe. Geleidelijk aan, regen of lichte regen, maar toch ook nog wel een paar opklaringen en temperatuurverschillen. Landinwaarts 2 tot 5 graden, in de kustgebieden 7 graden. De wind uit zuid tot zuidwest die wordt weer sterk, krachtig in de kustgebieden, windstoten in kracht 7. Het ruige weer is weer helemaal terug vannacht. Morgen een dag met veel bewolking, wat regen, wat lichte regen, toch ook wel droge perioden, flink droge perioden. En de temperaturen die liggen morgen overdag zo tussen de 9 en de 12 graden. De wind uit zuid tot zuidwest, krachtig, windkracht 5 à 6 in de kustgebieden. En windstoten in kracht 7 in het Waddengebied, windstoten in kracht 8. De avond en nacht naar zondag toe, veel bewolking, wat regen. En hoge temperaturen, 8 tot 10 graden maar liefst. En dat is bijna de dagtemperatuur van morgen. Als we kijken naar zondag, de zon er wat meer bij, vooral in de kustprovincies. Ook nog wel een bui of een buitje en de temperaturen alweer hoog, 10 tot 12 graden. De wind uit west tot zuidwest en die is matig of vrij krachtig. Het wordt dus wat rustiger. Op naar de vooruitzichten. De temperaturen eentonig op maandag, dinsdag en woensdag rond 11 graden. Dat is een hoge temperatuur voor de tijd van het jaar. En de zon is er elke dag wel bij. Op maandag een paar buien of buitjes. Op woensdag een paar buien of buitjes. En dus is het dinsdag droog. Wat mij betreft een goed weekend. En morgen ben ik er weer. Ontmoet, tot morgen.